Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur maakt zich sterk om de nalatenschap van Surinaamse artiesten meer bekendheid te geven. Dit zei Natasha Avelo van de afdeling Communicatie en Educatie op het departement vandaag tijdens een persmoment. Er is volgens haar een speciaal televisieprogramma in de maak om de nalatenschap van de sector in beeld te brengen. Dat zijn de jonge mensen die luisteren naar Enver, Delle Model, Norma Santé, die leuken naar Svaiko en de moderne artiesten. Maar er is meer op het kunst- en cultuurveld en daarvoor willen wij ons als afdeling sterk maken. We zijn ons ervan bewust dat de jongeren vooral kijken naar social media. We hebben momenteel, voorlopig nog, een Facebookpagina. Daarop proberen wij tenminste 3 keer per week nieuws te plaatsen. En dan proberen wij vooral informatie te geven van de mensen van weleer. Wie weet nog wie Ilse Marie Hayari is, die ontwikkeld heeft de Dogla dansstijl. Wie weet nog over Henk John en Wilgo Baren, de tweemans die hebben gewerkt aan de Alakondri-gedachte. Zoveel namen, tientallen, honderden getalenteerde Surinamers die lokaal en internationaal naam en faam hebben gemaakt. Avelo gelooft dat de moderne artiesten bijvoorbeeld inspiratie kunnen putten uit nalatenschap van Surinaamse legends. En als je het nu weet dat het er is, dat zo iemand heeft bestaan, dan kan je er niets mee. Dus wij zien het als onze taak om van deze mensen, waarvan er sommigen niet meer zijn, om die naar voren te brengen en datgene waarvoor zij staan en datgene hun legacy meer zichtbaar te maken. Maar ook onze jonge mensen. De mensen met nieuw talent, de mensen die nieuwe dingen gaan doen. Daarom ligt in het verschiet een eigen programma op tv, waarbij wij stil zullen staan bij die mensen van toen, maar meer nog de mensen die nu actief zijn. Avelo zegt dat artiesten die nu op het kunst- en cultuurveld opereren, in beeld gebracht zullen worden. Dit zal ook internationaal zichtbaar moeten zijn via social media.